Ja, 7:15, goed nieuws. Want deze uitzending komt gewoon uit de Amsterdamse studio's van BNR. We zitten nog steeds keurig netjes aan de Wieboudstraat. Maar dat was gisteren ineens even anders. Rond 3:00 werd BNR opgeschrikt door een acute dreiging. De hele redactie ging samen met collega's van het Financieel Dagblad en Marktplaats, allemaal in hetzelfde gebouw gehuisd, per direct het gebouw uit. Waarom? Er was een acute dreiging. Binnengekomen bij Marktplaats. De man die daarvoor zorgde, die is inmiddels opgepakt. Vandaar dat wij hier weer zitten, vrolijk en wel. Onze hoofdredacteur Mark Adriani is bij ons. Nou, die kan ons precies vertellen wat er nou allemaal precies gebeurde gisterenmiddag. Met het nieuws van gisteren. Mark Adriani, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja. Om 2:30 kwam er een melding binnen bij FDMG, de moedermaatschappij van BNR. En die dreiging was dusdanig serieus dat eigenlijk heel snel besloten is om het gebouw te ontruimen. Want ja, de veiligheid van de medewerkers van de Financiële Dagblad, Marktplaats, maar natuurlijk ook van BNR, superbelangrijk. Dus ja. Ja, het leek ons toch beter om iedereen weg te sturen. Ja, het was een acute dreiging. Waar ging het nou precies over? Het was één man die waar dreigde die mee? Nou, wat precies waar de dreiging over ging is niet helemaal bekend. Maar het was in ieder geval een man die zaken deed bij Marktplaats. Misschien dat hij iets wilde verkopen of wat dan ook. En hij was daar zo boos over. Hij heeft toen een medewerker bedreigd. En ook gezegd van, ja, ik kom naar het kantoor en ik ga daar even wat aanrichten. Ja. En het zou dan ook gaan om schieten. Dus ja, dat wordt dan wel heel serieus genomen. En dan kun je ook niet heel lang meer twijfelen van ja, wat gaan we nou doen? En Marktplaats was heel duidelijk, die stuurde iedereen weg. Ja. En toen hebben wij gezegd, nou, dat gaan wij ook doen. Doen we ook, precies. Was jij zelf op dat moment hier bij BNR aanwezig? Ja, gelukkig was ik er. Ja, gelukkig. Nee, in zo'n geval vind ik het fijn als je er bent, om hoofdredacteur aanwezig te zijn. Ja. En uiteindelijk tijdens het programma van Bernard Hammelburg, De Wereld, zijn we in eerste instantie naar een andere studio gegaan. Iets verder weg van de straatkant. Hè, want zoals je weet zit de studio van de BNR heel dicht aan de weg. Ja, en te kijken. En uiteindelijk lukte het onze technische ploeg, en heel veel complimenten voor die technische ploeg, om heel snel op een andere locatie in Amsterdam een complete studio in te richten. Ja. Met ook zelfs podcaststudio's erbij. Het zag er echt fantastisch uit. Ik zou bijna zeggen, het is bijna jammer dat we er niet uitzenden. Maar, toch liever in de eigen studio. Nou, dat wou ik zeggen, ja. Uiteindelijk pand dus ontruimd. De afweging die je moet maken als hoofdredacteur. Hè? Gewoon te zeggen, jongens, we sluiten de tent even. We zetten 3 jazzplaten op en verkassen het hele bedrijf een paar straten verderop. Dat is nogal wat, hè? Dat is een belangrijke afweging die je maakt. Ja, en zeker voor een nieuwszender. Want dan denk je, ja, als wij het zelf het nieuws dan niet eens meer kunnen brengen, ook al is het even tijdelijk, ja, dat voelt gewoon niet goed. Nee. Maar uiteindelijk wint dan toch de veiligheid van medewerkers. Mm. En daarom ben ik terugkijkend wel heel blij dat we dat gedaan hebben. En ik ben nog blijer dat er een verdachte is gepakt en dat die vastzit. Ja, precies. En je kan beter dit soort dingen doen dan achteraf denken, het is helaas niet goed gereageerd, hè? Precies. Ja, maar het was wel gek, hè, Mark, hoe dat ging. Omdat wij moesten hier op stel en sprong het gebouw uit. Dan ontstaat er natuurlijk grote stress in het hele gebouw. En uiteindelijk verschijnt dat ook op allerlei andere media, dat ons gebouw is ontruimd. Maar er kwam dan wel een hele gekke reactie van de politie, dat ze eigenlijk verrast waren. Wat is daar nou misgegaan? Ja, dat is een hele goede vraag en een terechte vraag. Want kijk, het lukte ons niet om snel contact te krijgen met de politie en eens even rustig te overleggen. En die tijd gunden we onszelf ook niet. Want we dachten, ja, als het zo acuut is, willen we gewoon dat pand leeg hebben. Iedereen weg. En dan is het natuurlijk wel frustrerend dat contact er niet komt. En dat we daar geen goed beeld van krijgen. Gelukkig is dat later op de avond, gisteravond, wel gebeurd. En toen werd ook al heel snel duidelijk dat ze iemand te pakken hadden. Maar het is inderdaad wat rommelig gegaan. Dat is absoluut zo. En er wordt ook binnenkort geëvalueerd van, ja, hoe zit het nou met de communicatie met de politie als het gaat om zo'n bedrijf als BNR? Ja, dankjewel voor de toelichting, BNR-hoofdredacteur Mark Adriani. En wij zitten dus weer heerlijk op onze eigen plek.